In heel 2020 borduur ik een bos. Een bos van 100 vierkante meter, maar dan van draad op doek. Met dit project wil ik op een creatieve manier aandacht vragen voor het belang van de natuur en het klimaat. En dat wil ik graag samen met jou doen. We zijn hier in het allereerste atelier van 100.000 bomen en een bos van draad. En we zijn te gast in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Het voelt heel erg alsof je door die naald te pakken en samen te borduren, alsof je verbonden bent met een heleboel mensen. Het is de eerste keer dat ik borduur, maar ik vind het zeker voor hem dat er... Ja, het leert je toch wel wat ontspanning, omdat het zo'n priegelwerk is. 100.000 bomen in een bos van draad ligt stil, net als een groot deel van de rest van de wereld. Maar we hebben iets bedacht, zodat het ook in deze periode toch kan blijven groeien. Dat geborduurde bos wat we aan het maken zijn. Hi! Wat ontzettend leuk dat je mee gaat doen met het borduren van de blaadjes voor 100.000 bomen en een bos van draad. Ik ga je in deze handleiding meenemen, stap voor stap, in alle technieken die je ervoor nodig hebt. In het pakket zit een borduurring, een schaartje, een naald, een draaddoorhalertje, een wit textielpotlood, een vlecht met verschillende kleuren garens, een lapje stof, dat is hetzelfde materiaal als het grote kunstwerk, en een patroon voor 10 blaadjes. Je legt de stof op het midden van je papier en gaat dan het patroon overtekenen. Hou de stof goed strak gespannen met je vingers, dat kan best lastig zijn. En verplaats steeds je hand zodat het stukje waar je tekent goed strak staat. Trek de dikke lijnen van de blaadjes over. De lijnen daarbuiten mag je nog even vergeten. Trek ook de nerven over, want die heb je straks nodig bij het borduren. Voor het inspannen van de borduurring haal je hem eerst los. Je draait het schroefje los en haalt de twee delen uit elkaar. En dan gaat het middelste deel onder het blaadje wat je getekend hebt. Zorg dat je blaadje mooi in het midden ligt en duw dan de buitenste borduring over de stof heen om de binnenste borduring heen. Het moet goed klem zitten. En als het echt niet gaat, moet je de buitenste borduring eerst nog even ietsje losser draaien. Trek voorzichtig aan de randen aan de stof om de stof goed strak te spannen en draai dan de borduring stevig vast. Als het goed is, voelt de stof nu als een strak gespannen trommeltje. De draad door de naald halen kan op verschillende manieren. Je haalt eerst een draad uit de vlecht. Doe dat aan de bovenkant, dan blijft je vlecht mooi intact en kan je steeds verder werken zonder dat je draden in de knoop raken. Je hebt twee draaddoorhalertjes gekregen en daarvan steek je eerst het dunne ijzerdraadje door het oog van de naald. Door dat ijzerdraadje steek je dan je draad, zo'n centimeter of 10. En dan trek je hem terug door het oog van de naald. Hou daarbij het ijzerdraadje en het lipje goed vast, anders kan het ijzerdraadje heel snel losschieten. Nu zit je draad door je naald. Aanhechten doe je door van achter naar voor door je stof heen te prikken. Begin bij het steeltje van het blad. Je laat aan de achterkant een aantal centimeter hangen, zo'n 5 ongeveer. Dan zet je een klein steekje van een paar millimeter en kom je terug op dezelfde plek waar je draad uit de stof gekomen is. Dat doe je nog een keer op dezelfde plek. En dan kun je van start.
Je gaat eerst de rand van het blad borduren, zodat het stevig is voor als je straks het blaadje uitknipt. Dat doe je met een rijgsteek. Dat is ongeveer de simpelste steek die er is, maar om hem mooi te maken kost toch wel wat precisie. Je gaat alleen maar van boven naar onder, van boven naar onder, op de buitenste witte lijn. Bij de hoekjes eindig je precies aan het puntje van het blad, zodat je een mooi scherp hoekje maakt. Als je helemaal rond bent, dan ga je eerst even de stof weer wat strakker spannen in je ring. Want door het borduren van die contour is de stof waarschijnlijk een beetje gaan bobbelen. En is het fijn om hem eventjes weer goed aan te spannen. Je hoeft niet de schroef van de ring los te draaien. Je hoeft alleen maar voorzichtig langs de randen van de ring de stof een beetje aan te trekken. Dan doe je hetzelfde als net, maar precies de andere kant op. Dus de steken die je net maakte aan de bovenkant, die maak je nu aan de onderkant. En de steken die je net aan de onderkant had gemaakt, die maak je nu aan de bovenkant. En zo werk je weer de hele contour langs, totdat je een mooie, gelijkmatige lijn hebt langs de hele rand van je blaadje. Als je weer bij het steeltje bent aangekomen, maak je daar in het steeltje twee steekjes bovenop elkaar, zoals je ook hebt aangehecht. Afwerken staat genoemd bij stap 7 in de handleiding, maar ik laat het je nu vast zien. Je trekt je draad naar de achterkant en haalt hem dan onder een aantal steken door die al gemaakt zijn. Je steekt dus niet door de stof, maar alleen onder de gemaakte rand door. En dan knip je je draadje kort af. Het draadje waarmee je begonnen bent, bij het aanhechten, werk je op dezelfde manier af. Nu zie je dat ik het veel te kort had laten hangen aan het begin. En daarom is het een beetje gepriegel. Ik steek mijn naald met het oog onder de gemaakte lijn door in plaats van met de punt. Anders is mijn draadje zeker te kort. Maar zo gaat het wel, zo 2 of 3 keer. De volgende keer laat ik dus een wat langer stukje hangen. Het blaadje opvullen kan je doen met verschillende steken. In je handleiding staan 4 steken genoemd. Die ga ik hier allemaal uitleggen. En ook nog een 5e steek. Je steekt weer je draad door je naald. En dat kan met dat draaddoorhalertje. Maar het kan ook op een andere manier. Als je de draad om de naald heen trekt en je houdt hem tussen duim en wijsvinger geklemd, kan je hem heel plat vouwen. Die vouw duw je dan voorzichtig door het oog van de naald en voilà, daar zit je draad. Om die steken mooi te verdelen, teken ik de nerven in het blad nogmaals na. Want door het borduren is het witte potloodlijntje een beetje van de stof verdwenen. Je gaat aanhechten op de manier zoals je dat eerder ook hebt gedaan, maar deze keer laat je, of ik in ieder geval, een iets langer stukje draad hangen, zodat ik straks niet weer hetzelfde probleem heb met het afwerken. Ik klem het even vast met mijn vingers, dan maak ik de 2 steekjes bovenop elkaar en dan kan ik gaan beginnen met de eerste opvulsteek. De spansteek ga ik maken in dit vlakje van het blad. Het is een vlak wat niet helemaal recht is. Het is smal bij het steeltje, breed in het midden en weer smal bij de punt. Dus daar zal ik mijn steek steeds aan moeten aanpassen. De spansteek bestaat eigenlijk alleen maar uit rechte lijntjes die je naast elkaar op de stof legt. Hij wordt zo genoemd in het Nederlands, maar in het Engels heet hij die economy stitch. Omdat je draad eigenlijk bovenop je stof blijft liggen en er nauwelijks draad onder je stof ligt. Dat is dus heel economisch.
neem steeds een heel klein stukje stof op de rand van het blaadje. En als ik dat tot het einde heb gedaan, dan is mijn blaadje vol. Wat je nu wel ziet is dat die steken van die spansteek vrij groot zijn en ze liggen daardoor best wel los op de stof. Het is een mooi effect, maar het is ook wel kwetsbaar. En dus besluit ik om ze in het midden nog een extra nerf te geven door er met kleine steekjes overheen te werken. Dat doe ik met een soort naaisteek waarmee je ook op de hand een lapje stof aan een ander lapje vast zou kunnen naaien. Misschien ken je die wel. Je neemt steeds aan de onderzijde een iets groter steekje en aan de bovenzijde een klein steekje terug. En zo wandel je van de punt weer terug naar het steeltje van het blad. We zijn weer uitgekomen in het midden en klaar voor de volgende steek. De zandsteek bestaat uit een heleboel kleine steekjes in verschillende richtingen die samen het stukje van het blad gaan opvullen. Ik noem hem eigenlijk altijd de rijstkorrelsteek of de hagelslagsteek, want daar doet hij me eigenlijk meer aan denken dan aan zand. Ik werk eerst langs één kant naar de punt en dan langs de andere kant terug. Zo kom ik weer uit in het midden als ik klaar ben met het opvullen van dit gedeelte van het blaadje. Met de volgende steek ga ik de punt opvullen. De rijgsteek heb je al gebruikt bij het maken van de contour van het blad. Je gaat op en neer door de stof in een rechte lijn. Ik maak eerst weer een middennerf in dit gedeelte van het blad en daarna ga ik hem opvullen. Ik ga twee richtingen op met de rijgsteek omdat ik het mooi vind om de richting, de groeirichting van het blad te benadrukken. Dus ik maak steeds als het ware een soort V van de punt naar het midden en dus ook van klein naar groot. Ik zorg dat mijn draad steeds niet te strak staat en niet te los. Ik hou steeds de spanning in de gaten, zodat de draden en de stof mooi samengaan. En weer kom ik uit in het midden van het blad. En nu is mijn draad bijna te kort, dus ik kan niet door naar het volgende gedeelte. Maar ik hecht af met twee kleine steekjes bovenop elkaar. En dan kan ik mijn draadje wegsteken aan de achterkant en onder de gemaakte steekjes doorrijgen, zoals ik je eerder al liet zien. Je ziet dat de achterkant van het blaadje bijna net zo mooi is als de voorkant als je netjes werkt. Laat de aanhechtdraad nog even wegwerken. En dan zijn we klaar voor de volgende steek, de flanelsteek.
De flanelsteek is een behoorlijk lastige steek. Je hoeft hem zeker niet te gebruiken als je het ingewikkeld vindt. Maar mocht je de smaak te pakken hebben, probeer hem dan eens. Want je kan er hele mooie vormen mee maken en de richting van het blad heel mooi accentueren. Eerst hecht ik weer aan, begin weer in het steeltje. Dat is eigenlijk steeds mijn uitgangspunt. En dit is het gedeelte van het blad wat ik ermee op ga vullen. Ook de flanelsteek is net als de spansteek een steek die eigenlijk alleen maar boven op de stof ligt. En aan de onderkant zijn er slechts hele kleine stukjes draad te zien. Telkens maak ik kruisjes. En omdat het moeilijk in te schatten is van tevoren hoe het kruisje komt te liggen, leg ik steeds voordat ik een steek maak even mijn draad in de goede richting. En dan zie ik waar ik in moet steken. Ik steek mijn naald steeds van rechts naar links in de stof. Maar de kruisjes groeien van links naar rechts. En ook hier hou ik de breedte en de punt van het blad in het oog, zodat ik hem mooi gelijkmatig kan opvullen. Soms moet ik aan de onderkant wat meer ruimte nemen dan aan de bovenkant of andersom, om te zorgen dat de richting van de kruisjes mooi past bij de richting van het puntje van het blad. Nu ben ik klaar met dit gedeelte en heb ik nog genoeg draad om naar het volgende stuk te gaan, maar ik eindig in de punt en ik wil in het andere gedeelte verder werken. Dus aan de achterkant dreig ik mijn draad weer door de contour, zoals ik ook bij het afhechten doe, maar deze keer knip ik hem niet af. De vijfde steek die ik je laat zien staat niet in de handleiding. Hij is zelf verzonnen door een van mijn collega's en we noemen hem de vogelpootjessteek. Je maakt steeds een afdruk van een vogelpootje met 3 of 4 tenen. Ze mogen een beetje willekeurig op het vlak verdeeld zijn, maar zorg dat ze het mooi opvullen en niet te veel zwart overlaten tussen de vogelpootjes. Ik werk weer van het midden naar de punt en van de punt terug naar het midden, zodat ik steeds weer eindig in het hart van het blad. Als alle vogelpootjes klaar zijn, steek ik mijn draad terug naar achteren en werk ik hem weer af. Als jij verder gaat met blaadjes borduren, ga je ze eerst allemaal borduren en daarna pas uitknippen. Omdat dit een voorbeeld is, laat ik je nu vast eventjes zien hoe het uitknippen gaat. Begin niet met knippen voordat je alle blaadjes die je wilt maken geborduurd hebt, want zodra je geknipt hebt, kun je je stof niet meer goed inspannen. Ik trek de contour weer even over met wit potlood en knip dan met mijn schaartje heel precies op ongeveer 0,5 centimeter afstand het blaadje uit. In dit blaadje heb ik met verschillende steken gewerkt om je ze even allemaal te laten zien. Maar jij gaat in elk blaadje wat je maakt 1 steek gebruiken. En dat ziet er dan misschien wel zo uit, met een rijgsteek. Of zo, met een spansteek. Of zo, met de zandsteek, nog een spansteek, de zandsteek, de flanelsteek. Niet bij te houden. Dit zijn een heleboel blaadjes die al gemaakt zijn door de mensen voor jou. En hopelijk werk jij met plezier aan jouw 10 blaadjes.